Er is een aanslag gepleegd op een huis in Den Bosch. Maandagnacht ging er een explosief af. De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk aan de voordeur is vastgemaakt. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de schade is groot. Ik heb heel kort de eigenaar van het huis gesproken en hij zegt dat hij geen idee heeft wie het op hem voorzien heeft. Hij zegt, ik doe alles voor iedereen, ik ben goed voor iedereen, maar blijkbaar is er iemand gefrustreerd. Ja, en wie dan? Ja, dat weet hij niet. Afgelopen weekend was het ook al raak bij hetzelfde huis. Toen is er geprobeerd om een hoogwerker in brand te steken. De buurman vertelt dat hij maandagnacht recht overeind wakker in zijn bed zat. En ik hoorde eerst een hele hoge fluit toon, want het leek wel alsof het bij mij in mijn gang was. En toen een knal. Oh, ik schrok me wezenloos. Ik ben niet zo gauw bang uitgevallen, maar het was niet leuk. Deze auto is helemaal verwoest door een brand. Het vuur werd rond 4 uur ontdekt door een buurtbewoner. Die belde 112 en toen de brandweer er was, sloegen de vlammen al uit de auto. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. In de berging van dit appartementencomplex is een kleine brand uitgebroken. De brand was snel geblust, maar er was wel veel rookschade. Een wielrenner en een automobiliste zijn op elkaar gebotst op de Bredenkampweg. De klap was hard, waarbij de fiets in twee stukken is gebroken. De wielrenner liep meerdere verwondingen op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij de grensovergang in Nispe botste een auto op een andere auto en raakte daarbij een betonblok. De auto kwam vervolgens op zijn kop terecht. Een vrouw raakte licht gewond en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurster kwam met de schrik vrij.